Jack en zijn vrouw kwamen al jaren in Spanje en zo'n 7 jaar geleden besloten ze naar het Mediterraanse land te verhuizen. Volgens Jack bevalt de relaxte manier van leven al daar hem zo goed, dat hij eigenlijk nog maar heel weinig in Nederland komt. Alleen voor zijn werk is hij er nog wel eens te vinden, bijvoorbeeld voor de opnames van de nieuwe horrorfilm Moloch. Toch is hij ook dit langzaam aan het afbouwen. Ik word in juni 65, zo legt hij uit. Ik oefen alvast voor mijn pensioen. En daar kijkt hij eigenlijk wel naar uit, ik heb daar zin in. Ik vind werken hartstikke leuk, dat blijf ik ook wel doen. Maar met mate. Vroeger was ik een veelvraat, deed ik heel veel. Nu kies ik beter. Ik ben zorgvuldiger geworden. Toch is het eigenlijk vooral het werk dat hem nog naar Nederland trekt. Spelen maakt me echt gelukkig. Dus ik ben altijd hongerig als ik terug ga om te werken. Maar ik vind Nederland wel een rotland geworden. Al dat gelul op internet en televisie, het is schreeuwerig, minder leuk. Ik mis het idealisme en de romantiek. Jack merkt op dat Nederland en Spanje veel van elkaar verschillen. Hier nemen ze de tijd voor elkaar. En ze eten beter. De kwaliteit van het leven is gewoon iets hoger dan in Nederland. Daar gaat alles snel en in de supermarkten is alles verpakt in plastic. Meuk is het. En dan al die auto's en dat asfalt. Ik ben nu gewoon even aan het zeiken vanaf mijn berg in Spanje, omdat ik hier dolgelukkig ben, maar ik mis Nederland ook, want er is natuurlijk ook nog echt goed volk. Mooie mensen, types die net als ik nog altijd zoeken naar idealisme en romantiek. Thank you.